vrijdag 28 augustus 2015 nam Ralf Kreewinkel afscheid als burgemeester van Beek. Tijdens de afscheidsreceptie in het Assa Cultureel Centrum in Beek kon iedereen die aanwezig wilde zijn de heer Kreewinkel iets toespreken of iets voordragen. Ook verenigingen en particulieren waren op deze receptie aanwezig. Star liep door de zaal en vroeg de bezoekers om de burgemeester in 3 woorden te omschrijven. 3 woorden, dat is natuurlijk kort als een burgemeester op de uiteindelijk 4 jaar in Beek heeft gewoond en gewerkt. Dat is het kort om te zeggen van de moest dat in 3 woorden. 4 hebben hem in ieder geval voor ons vereniging leren kennen als een man die het hart op de goede plaats zet. Zeer zeker voor het verenigingsleven en voor een gemeente om die te promoten naar de omliggende gemeentes, zowel Corbie als Wiedaf. Sympathiek, ondersteunend en zeker vrijwilligerdragend. Voor onze brandweer heeft er heel veel gedaan. Hij heeft gezorgd dat we een fijn nieuwe kazerne kregen. Hij staat immer achter ons en vind hem een zeer sympathieke man. Vind het heel erg jammer dat hij weg is in de wijk. Pien in het haar dus? Ja, moet ik wel eerlijk zeggen, ja. Vind het sowieso heel erg fijn als een man gedeed voor de vrijwilligheid in de wijk. En zeker voor een brandweer en zeker voor een veiligheidsdienst. Ik denk dat we met Pien in het hart afscheid nemen van hem. Hoe, 3 woorden, ja, dat is wel heel erg weinig. Hè? Ja, hij is een droogganger, hij geeft ervoor. Het is een man met visie, maar tegelijkertijd ook een man van het volk. En hij weet die verbinding te maken. En dat is zijn grote kwaliteit. En wat heeft er betekend voor de gemeente Beek? Ja, hij heeft heel veel betekend voor de gemeente Beek. Hij heeft echt de gemeente Beek op de kaart weten te zetten. Hij heeft zich echt over ingespannen om te laten zien wat Beek allemaal in hoes heeft. Hij zei toch niet van niks tegen Lu. Ben een keer groeit op Beek. Want Beek heeft zoveel te bieden. En de hele hoop nu hebben dat gewoon niet in de gaten. Wat er allemaal is. Nou, en hij heeft dat echt, laat ik zeggen, zichtbaar gemaakt. En de lui ook gemobiliseerd om dat uit te dragen. En hij is zo voorop gegaan. Dat is zijn grote verdienste. Voor gewoon deze mensen. Echt waar. Dat heeft zoveel betekend voor de gemeente. Ook voor alle verenigingen. En wij als Hofkapel zijn ook grudge op deze burgemeester. Want elke carnaval dat er hier was, ging ook midden op stap. He, voor gewoon met die carnaval, de cafés rond en zo. En dat hebben we ook wel heel plezierig gevonden. En als een burgemeester een troon leed, zo wie net op de receptie, dan is dat een compliment ook voor ons. Zeer ambitieus. Dat zijn geen 3 woorden, maar het is wel voldoende, denk ik. En wat heeft er betekend vanuit uw oogpunt voor de gemeente? Nou, als ze dat ambitieuze pak zetten voor de gemeente, dat ook doorgezet. Het is echt iemand die in die korte periode heel veel in beweging heeft gezet. En dan mocht de gemeente Beek blij met zijn. En de gemeente Heerlen, ja, die denk ik, hebben geen verkeerde aangetrokken. Pien in het hart afscheid nemen. Ja, maar dat hoort bij het leven. En dat is goed voor de burgemeester, zo goed voor de gemeente Beek. Want de gemeente Beek wordt te klein voor deze burgemeester. En wat zou een nieuwe burgemeester moeten hebben als er in Beek staande wil blijven? Ambitieus, maar iets minder als deze burgemeester. Dat kan er geen langer blijven. Ja, dat jeet wel wat. Dat worden er al meer. Nee, dat is bijna niet mogelijk. Ik bedoel, die man is zo veelzijdig. Zo op de punt, zo enthousiast in alles wat er deed. 3 woorden zijn daarvoor te weinig. En voor zeker voor ons, wat hij allemaal voor dubbel 3 heeft gedaan. Ja, 3 dvd's vol, kent ze dan... Volkallen voor die man dus. Nee, 3 woorden is onmogelijk. Die man is, ja, met geen woord te beschrijven. Ja. Kent je eens een anekdote eruit halen, wat er voor je betekent? Ja, ik zal... Het chicste eigenlijk wat er gedaan wordt, is dat er gewoon altijd wordt. Ook als er eigenlijk andere verplichtingen zijn, komen er toch even altijd naar ons toe om ons te steunen. Ik weet niet, in Kerkrode op de finale is er wie een vliegende keeper vanuit de VIP-ruimte naar de artiestencafé, naar de zaal. Overal wordt een man te vingen en alleen maar voor ons te steunen. En weer een filmpje te maken wat er dan weer gepost wordt. Spandeuk laten maken. Sjeltjes laten maken. Is er al een weg? Nee, hij is er nog. Dan kom ik dadelijk wel terug. Een wervelwind. Een echte Limburger. En de grootste ambassadeur die Beek ooit gehad heeft. Wat voor een toevoeging waren de burgemeester aan de gemeente Beek?
Ik denk dat het mooiste is wie hij opging in de gemeenschap en wie hij altijd de boodschap gaf dat Bijk een gemeente is en ook een gemeenschap waar ze trots op mocht zijn. En dat heeft hij ook overal voorkomen mag uitgedragen. En wat zou de nieuwe burgemeester, als de Kump, wat zou hij echt moeten bezitten om Ralf Kreewinkel op te volgen? Ja, dat een gevoelig vraag. Ik zit in de vertrouwenscommissie. Ik zou zeggen, er is een brede profielschets opgesteld waar heel veel kwaliteiten in staan. Het belangrijkste is wat immers is, dat past binnen de gemeente, binnen het profielschets en dat ook ambities heeft. Ook een hart van goud en dat echt voor de lui daar is. Ja, dat is even gezegd. Immers dat goed is voor de gemeenschap en ook ambitievol. En ja, het profielschets heeft toch allemaal goed gewerkt, maar dat zijn toch wel belangrijke punten. We hebben gisteren op de receptie gezien in Gansbeek, draag ik echt een warm hart toe. En vandaar dat we ook dit interview doen, ook namens Start. Bedankt voor de periode. Hey dan. En we zijn genoeg het meeste trots op wat je gaat bereiken als burgemeester. Ja, toch de band met de lui. Dat had ik gisteren ook gemerkt, los van een dossier wat ze los hebben. We kunnen de luchthaven doen, we kunnen elkaar doen. Maar goed, dat is allemaal dingen die bekend in de regio. We worden de kern op neer kunnen samenwerken met de lui. En dat had fantastisch gewerkt in Beek vanaf dag 1. En daar ben ik enorm trots op. En ja, dat neem ik om je hart met naar Jelle. En hoe zit je er minst trots op? Nou, dat is maar weinig wat ik nu meer ken. Kijk, er zijn een aantal dossiers die het moeilijk liggen. Dat weet ze. Denk bijvoorbeeld aan die onderhandelingen rondom de luchthaven. Ja goed, daar ben ik zo niet trots op is, maar ja, dat vergt je meer power. En ja goed, uiteindelijk is ook dat dossier tot een goed einde gekomen. En ja, dan ben ik toch wel trots op dat dan gelukt is. Toen je aantrad als burgemeester, houd je een doel voor ogen? Heb je dat doel voor jezelf bereikt? Het doel voor ogen, dat is meerdere doelen als burgemeester. Dat is ook meerdere rollen. En het doel waar je absoluut... Ja, vind ik dat het wel geslaagd is, wat ik sta, de band met die mensen opbouwen. Zorg dat ze in die gemeenschap kunnen. Ze kunnen toch van boezen af. De kent ze mensen, spreekt ze een ander dialect. Kent ze ook de mores niet. Hey, ja, daar moet ze zich eigen maken. Ik denk dat dat gelukt is. En verder is het werk nooit af. Je bent nu klaar met het dossier en mogelijk weer het volgende door. Dus wat dat heet, is het burgemeesterschap allemaal dynamisch en kent ze nooit zaden is afgerond. Dus je hebt wel bereikt wat je wilde bereiken? Ja, om dat woord maans te gebruiken, dat was eerst een leidmotief. Ja, omdat er een aantal dingen echt van elkaar gebokst zijn. En nee, omdat het nooit af is. Nu gaat je naar Heerlen. Wat hoop je in Heerlen te bereiken? Ja, hetzelfde. Ook in Heerlen kennis maken met de mensen. Om door samen met de lui zaken van de grond te krijgen. Met de politiek, met de besturen, met de instellingen. Maar vooral ook met de inwoners van Heerlen. En het zal een hele kluif zijn. Dat is een stuk groter dan Beek. Maar dat is wel de inzet en ik wil betonen. Wat neem je met van de ambtsperiode in Bijk? Ik ga nu ontzettend veel ervaring op het gebied van economische zaken. In Kerk had ik veel de sociale portefeuille door, de wetmaatschappelijke ondersteuning, sociale zaken, reïntegratie. Je komt maar eigenlijk uit die wereld. En dan heb ik echt geleerd wat het wel zou met ondernemers hebben te doen. Zowel internationaal bij de luchthaven als ook het midden- en kleinbedrijf. En ja, die ervaring, die rugzaak, plus toch ook wat ik geleerd aan van de lui van Bijk, ja, dat neem ik met naar Heerlen. Wat heeft de gemeente Bijk wat je er echt trots op kunt zien? Ja, wie veel zendtijd had er? Neem het maar. Ik bedoel, of het nu in het verenigingsleven is, of het nu de economische kant is, of het nu de sociale samenhang is, het opkomen in de dorpen. Ja, daar kan ik uren voor vullen met dat moet. Ken je het nu college metgeven wat ze zeker moeten gaan doen in de toekomst? Hey, in Beek? Ja. Nee, dat is niet nodig. We hadden een fantastisch college daar zitten, we hadden een hele goede gemeenteraad, positief, kritisch, kijk maar allemaal Beek voorop zetten, het Beekse belang en dan nog de politieke spelletjes achterwege liet en men is mans en vrouws genoeg om door vorm aan te geven. Ik wens ook heel veel succes daarbij en het zal ongetwijfeld goed komen ook met mijn opvolger. Ooit gedacht dat Bijk een tussenstation zou zijn? Ja, in deze zin moet ik eerlijk zijn. Ik vertrok uit Kerkrade, daar kom ik vandaan, uit mijn regio. Ik noem er thuiskomen nu, ben ik naar Heerlen. De kans die ik heb gekregen die is enorm. Ik ga me daar als persoon en als burgemeester kunnen ontwikkelen. En wat dat heet goed, Bijk is een kleine gemeente, ja, echt een super gemeente om te kunnen beginnen. Maar goed, de ambitie leek toch in een grotere gemeente en die had ik nu een hele vorm. Dus op dat gebied zou het nu een leugen zien, wenn ik zou dat die ambitie nooit je had houden, dat het op mens per toeval gebeurde. Dat geloof ik denk ik ook kennen. Wat heb je als mens geleerd in Bijk? En wat neem je dan door van met nou eigenlijk? Nou ja, voor mij is het toch in een nieuwe omgeving komen. Kijk, ik ben allemaal een keer gewoon je weer geboren, getogen of nooit weg, omdat tijdens mijn studenten ziet. En hoe kun je toch een andere omgeving? Leer eens nu Luc kennen. Anger cultuur, ander sfeer en ja, daar had ik ontzettend veel van geleerd. Dat ze zich door moeten aanpassen en niet de lui die. Dus dat is denk ik gebeurd. Ja, het dialect niet, dat blijft nog allemaal kerkruid zo weer huurt.
Maar ja, ik ga wel ontzettend veel als mens geleerd. En wat ik zei nog, de contacten met de ondernemers. Ja, dat is absoluut wel iets wat ik Heijenbeek absoluut geleerd heb. Beek is toch een beetje groen-geel gekleurd vanwege haar Fortuna supporters. Geras Roda-fan, zult wel blij zijn dat je trek gaat naar de park staat dan? Nou ja, Roda is in de club voor heel Limburg. En wanneer ze kijkt naar Beek, dan zie ze dat de helft van alle verkochte seizoenskaarten, dus goed opletten met Nadols, de helft van alle verkochte seizoenskaarten in Beek zijn voor Roda. De andere helft is verdeeld over de andere clubs. En ook hij zou ik zeggen, het heeft mij net hem afzetten tegen Fortuna. Ik ben fan van Roda JC. Dat ben ik sinds ik 5 jaar ben. Dat blijf ik ertoe, ga ik ook heen door. Maar dat deed geen afbreuk aan het goed werk wat men ook in Sitter deed. En waar ik ook veel bewondering had voor Martin Masset. Die hij bij wie in de buurt woont, ook mensen wie Rob Schwillens, die in de gemeenteraad zit. Dus ondanks de voetbalanimositeit ving ik dat voor door. Laat ik zeggen, een beetje de normale proporties terug moeten hier brengen. Sportieve rivaliteit is prima, maar de rotzooi eromheen, dat moeten we ons met afgelopen zien. En ja goed, ik zal uiteraard van ons Parkstad het Eredivisie voetbal met heel veel plezier volgen. Dankjewel voor dit interview. Bedankt voor de tijd en heel veel succes aan Heerlen. Jij gedaan. Ik ben nog langs deze kant bedankt aan alle Bekenaren dat ik dit afscheid had mogen krijgen. Het is, ja, dat gaan ze alleen maar van ruimen.